Goedenavond en welkom bij een aflevering van het Bureau voor Occulte Zaken en Complotten. Vanavond wil ik met u gaan naar de basis. Het recht in de wereld bestaat uit rituelen, we benaderen het recht als onderdeel van de democratische rechtsstaat. Echter, het recht heeft. Vele duizenden jaren heeft het invulling gegeven aan het occulte. Rechtspreken werd meestal gedaan onder heilige bomen door speciaal daarvoor ingewijde leden van een stam. Vaak de druïdes, vaak degenen die contact hadden ook met de priesterwereld. In oude tijden in Europa waren Artsen, tegelijkertijd priesters, omdat lichaam en ziel als één entiteit werden gezien. Koningen werden ook geacht het priesterschap te dragen. Dus de doctor-priest en de king-priest waren essentiële onderdelen van een eeuwenlange traditie, waarin de mens zichzelf verbonden voelde met de spirituele wereld, maar ook met de aarde. Wij hebben daar tegenwoordig steeds minder ruimte voor in onze westerse pragmatische opvattingen van de wereld. Daar wordt eigenlijk het spirituele afgedaan als zweverig of er wordt gesproken over complotdenkers of ja ja, dat zal allemaal wel. En eigenlijk hebben we nog maar een fractie van het spirituele hebben we over. We weten hoe bijzonder het energetische systeem van de mens is. Als we elkaar aanraken. Onze onderbewuste zenuwstelsels reageren. We herkennen elkaars geur. Eh, we zien het ook bij kleine kinderen. Tegenwoordig is het alleen zo omdat deze kennis eigenlijk maar matig wordt overgedragen. En mensen überhaupt al onthecht zijn. En dus het verband niet meer zien. En de verbinding zijn verloren met die spirituele wereld. Dat iedereen maar gewoon op rationele gronden besluit. Om beslissingen vorm te geven. Ik zou met u daarom willen spreken over de vicoactus, de kracht waarmee afgedwongen wordt, namelijk de dreiging van juridische stappen als u uw kind niet aangeeft binnen drie dagen na de geboorte. Het kind moet aangegeven worden en op dat moment wordt er een geboorteakte aangemaakt, gevolgd door een BSN-nummer. Dat BSN-nummer creëert ineens rondom het natuurlijk geboren wezen een natuurlijke persoon. En het woord persona in het Latijn betekent masker. En als je het naar het Grieks omvormt, naar perisomos, dan is het. Rondom het geluid. Dus een persoon, een masker, of iets wat rondom het geluid, of rondom de vibratie van het nieuwe leven zich afspeelt, wordt aangegeven. En dan ontstaat er een entiteit die rechtshandelingen kan verrichten, maar ook een lichaam wat belast kan worden. Als u artikel 2 van de Belastingwet leest, heel saai allemaal, dan ziet u dat verenigingen, en andere lichamen kunnen worden belast. Dus ook het lichaam van de natuurlijke persoon kan worden belast. Een goede vriend van mij, die wees mij op de placenta. Een mens wordt geboren en via de navelstreng is er de nageboorte van de placenta. In de westerse wereld wordt dit gezien als afval, en het wordt afgeknipt en het wordt meegenomen door uh, ziekenhuispersoneel. Ik zou de vrouwen die kijken naar het Bureau voor Occulte Zaken eens willen vragen of zij weten wat er met de placenta gebeurd is van de kinderen die zij gebaard hebben. Of de mensen die op deze aarde rondlopen, de mannen en de vrouwen, of zij weten wat er met hun. Placenta is gedaan door hun ouders. Ik wil u daarom meegeven in het Bureau voor Occulte Zaken, wat geheimen van de westerse wereld beschrijft, maar ook geheimen van de oosterse wereld of zelfs de nieuwe wereld wil beschrijven. En met de nieuwe wereld bedoel ik in dit geval Australië en Nieuw-Zeeland. My understanding is that Aboriginal people see the placenta to be a hologram of a person's soul, and that it contains the life map of your soul. When you plant the placenta in the mother, in the earth or the ground, then Mother Earth understands. That you have arrived and she can take care of you. When you reach puberty and spill your first blood or seed, then your soul map is activated and the mother can support you in your life's journey. As the placenta is holographic, an example, a part is equal or contains the whole, a part of your placenta can activate your map. Of course when you consume your placenta it ultimately ends up in the earth. Every person on the planet has a unique spirit and soul printed on his or her placenta and that this holds the instructions for their life's journey. So when you are born your placenta needs to be buried in the earth. In Nungenatcha mother earth on its own then your journey is anchored and your miwi print waits there until you become of adolescent age an extract from under the kwandong tree by min mia when asked about consuming the placenta and placenta encapsulation, Minmia is all for it as it does not diminish the activation of the energy in Mother Earth. What can be profoundly negatively impacting on a person is the mangling and mixing of their placenta with many others, as happens when it is discarded at the hospital. This creates deep confusion. At a cellular level, to lose your spiritual map is like being in a rowboat and having to get from one side of a massive lake to the other. There is a storm coming, you have lost the oars, and you have to get across using your hands. Your hands are no match for the storms. You get tired rowing the boat with two little arms. From the exhaustion, your boat just spins and spins. Often you lose direction and go backwards. You might give up and die. You might commit suicide. You don't know your journey. You have got no instructions. We gooey oude wijsheden. Of wijsheden van natuur, stammen, gooien wij vaak terzijde, want niet wetenschappelijk. De placenta wordt op celniveau onderzocht en men komt niets bijzonders tegen. Dat is omdat die onderzocht wordt door mensen die zelf alweer weinig contact hebben. Dus als de ketting één keer gebroken is, dan blijft die vaak langdurig gebroken. Het zou kunnen verklaren waarom de wereld zo verschrikkelijk adrift is. Waarom zielen elkaar zo verschrikkelijk veel kwaad kunnen aandoen. Het zou zo kunnen zijn dat uw placenta gemengd is met die van anderen in een soort ziekenhuiscocktail omdat placenta's gebruikt worden om vaccins en medicatie te maken. Als uw placenta kwijt is en de aboriginals hebben gelijk, dan probeert u een meer over te steken terwijl het stormt zonder peddels in een roeibootje met uw blote handen. Dat is volstrekt onmogelijk. De vriend met zijn vrouw die mij gewezen hebben op deze feiten, hebben van hun eigen kind de placenta begraven en er een kleine boom geplant. Misschien is het onzin, maar bij het Bureau voor Occulte Zaken vinden wij niets onzin, verkennen wij alles en zeggen we tegen de mensen: volg uw hoofd. Uw hart en uw onderbuik. En komt tot het juiste oordeel. Ik persoonlijk zou het voorbeeld van mijn vriend volgen. En zou voor alle nieuwe kinderen van deze wereld wensen dat hun ouders hun placenta zien als essentieel onderdeel van de geboorte. En misschien maakt het dan weinig uit of je dat BSN-nummer opgeplakt krijgt of niet. Want de kracht van de natuur is groter dan de wetten van mensen.